Ah, fuck. Ik heb nog niet gevlogd vandaag. Oké, hoi. Het is vandaag vrijdag 8 december en het is een vrijdag vandaag. En het is een vrijdag vandaag en dat is echt super goed. Maar het is al 2:30 en ik heb vandaag nog niks gevlogd en... Oh my god. Dus... Oké, ik laat het afzetten. Dus, ik heb vandaag mijn examen Nederlands. Is al goed gegaan. Het was gewoon veel. En ja, ik heb het al afgekregen. Maar het was gewoon veel. En veel teksten schrijven en al. Dus het was een beetje raar. Maar. Ja, ik had vandaag. Dus nog niet gevlogd. En ik ben nu boven. En ik ben NB aan het samenvatten. Want ik heb daar maandag examen van. Maar we hebben deze week nog theorie gezien. En ja, ik heb nog geen tijd gehad om daar samen te vatten. Omdat. Ja, ik heb daar gewoon nog geen tijd voor gehad. Dus ik ben dat nu aan het doen. Het gaat over de nieren en over het eiwitsynthese en zo. Ja, het is een beetje raar. Maar zwart, ik ben dat nu aan het doen. En ik ga nu voortdoen, want ik wil dat heel graag af hebben vandaag. En ik, ja, ik vlog dat nog wel verder in de loop van de dag die er nog is. De lucht is echt al heel erg raar. Het regent, het sneeuwt. En nu is de lucht echt weer super raar, hè? Kijk. Dat is echt raar. En nu daar. Ook nog. Het is weer vrijdag, zoals jullie al weten. En dat wil dus ook zeggen dat ik weer wedstrijdtraining heb vandaag. Allee, bijna eigenlijk. Het is nu 5:20 en ik begin om 5:45. Dus ik ga zelfs vertrekken. Ik ga nu nog een banaan eten of zo. En dan eet ik daarna nog warm. Dus ga ik spaghetti eten. Ik heb training tot 8:00. En ik denk... Ik weet niet zo goed, maar ik denk dat het wel een redelijk zware training gaat worden. En mijn outfit is dezelfde broek als dinsdag. Maar nu gewoon met een effe zwart t-shirt. En ik mag zeker mijn knielappen ook niet vergeten te pakken. Want er moet heel veel op onze knieën vallen en zo. En mijn knieën doen daar altijd heel veel aan pijn. Dus ik ga nu mijn zak maken, snel nog een banaan eten en dan ben ik weg. En ik zie jullie straks. Mijn training is ondertussen al een tijd gedaan en ik heb nog spaghetti gegeten, want ik had ook nog niet gegeten. En ik ben in de douche geweest en ik ben nu even mijn kamer een beetje aan het opruimen. Omdat ja, dan kan ik morgen vroeg direct beginnen met studeren. En ik heb ook mijn kerstwens aan en al. En ik ga nu, als het klaar is, nog een kwartiertje of een half uurtje op mijn bed gewoon maar zitten, een beetje filmpjes kijken en al. En dan ga ik slapen, want ik ga morgen op tijd opstaan om natuurlijk weer te studeren. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Hij was kort, I know. Maar doe hem toch zeker even een duimpje omhoog als je het alsnog toch een beetje leuk vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste vlogmes en al mijn andere video's. En dan zie ik jullie heel erg graag morgen om 4:00 weer. Dag!